Hij klinkt wel goed, hoor. Gaan we. Lossen. Dat je het iedere dag doet. Ja. En daar gaan we. Hoppa. Hartstikke mooi. Hele goedemorgen. We zijn aangekomen in Zwolle. Leon die is er ook, die komt er ook aan. Morgen Leon. Mooi. We zijn nu in Zwolle, we gaan daar lossen zometeen. Maar om eerst even uit te leggen, Leon, jij bent 21 jaar oud. En nog één dag hoor ik. Ja, nog één dag, morgen 22. Zo'n dikke kar onder zijn kont. We gaan zometeen meer vertellen wat Leon er allemaal aan veranderd heeft zelf. Je rijdt met een kooiaap, of in ieder geval een meenemen heftruck. Yes. Op een combinatie, dat kan ook achterop een trailer. Klopt. Maar Leon rijdt met een dikke combi, zeilenwagen. Daar gaan we zometeen alles over vertellen. We gaan nu eerst lossen, hier is Zwolle. Hij is alweer onderweg met de heftruck. Leon die legt net uit, omdat de hele zomer hebben ze doorgeknald om die daken erin te gooien. Wordt het nu met het weer, slechte weer, wordt het wat minder. Dus de aantallen en de hoeveelheden worden gewoon minder. In deze auto hadden we dus twee lengtes en twee pallets. Aanhangwagen is leeg. Leon, zometeen gaan we naar? Leeuwarden, Sneek en Elst. En die Leeuwarden en Sneek staan in de motorwagen, dus die gaan we ook lossen. En hij noemt het Elst, maar je schrijft Elst met een I. Op zijn Fries. Want Elst, dat ligt bij Arnhem. En Elst ligt gewoon in Friesland. Aanhangwagen is niet leeg, die gaan we dichtknopen. En dan gaan we naar Leeuwarden Sneek. Hartstikke mooi. Daar gaan we. Leon. Ja, ik help je. Yes. Lekker bakje koffie mee voor in de Volvo dit keer. En we hebben de papieren opgehaald, maar we hebben even een staande pijp. Hij klinkt wel goed hoor. Nou, we gaan over met die gein. Mooi. Bedankt. Tot de volgende. Hoi. Gelukkig nog droog. Ja. Ook lekker hoor. Echt zo, ja. Zo, de klepjes zijn los. Het ratelsysteem gaan we losmaken. Dan is het zeil open, die pakken we eruit. En dan kan Martijn beginnen met lossen. Ging lekker soepel. Mooi. Gaan we. Lossen. In Leeuwarden aangekomen. Leon heeft de zeil al open. Maar deze heeft een hele speciale toeter hier. Skitter boy, we gaan beginnen. Leon, wat moet er als eerste gebeuren? Yes, pak deze eerst maar eruit, dan zet ik deze uit die kant toe. Is die goed? Yes, keurig. Skitter boy. Daar hè. Dit is de laatste pallet voor het filiaal hier.
Daarna gaan we even de zeilen dichtknopen. Maar wel leuk om even te laten zien. Hierachter is een hoekie kapot. Is eruit. Is retour gekomen. Dit paneel. En die hebben ze dus gewoon gerecycled als dakkie voor op de heftruck. Hij is lekker dubbelwandig, dus dat is lekker warm. Zoals jullie kunnen zien, alles keurig netjes binnen uit de kust. Wij gaan zo de zeilen nog even dichtmaken, maar met deze wind waaien ze vanzelf wel dicht. Alleen de klemmetjes dus nog. Deze vier staan binnen, die lengte staat binnen. Wat moet jij hier nog verder doen? We tekenen het papier af en dan kunnen we gaan. Een bakje koffie misschien. Mooi! Hop, gaan we. Hoort lopen. Lekker hoor! Lekker pret! Yes. Dat hij het iedere dag doet. Ja! Twee pelletjes gelost. Die nog op de voorkant stonden. Even met de gasheftruck. Zijn we klaar mee. Uit op de handrem. Alles veilig. Dik voor elkaar. Bonnen heb je al gedaan. We kunnen. Mooi. Bedankt hè! Dankjewel. Hoi. Hoi. Aqua viaduct, Leeuwarden weer uit. Nou Leon, ben ik even gedraaid met je. Dan zit je ernaast. Hoe vaak heb je er al naast gezeten? Niet vaak, nee. Beetje spannend. Nou, je vertrouwt het wel toch? Stuurmanskunst weer. Ja. Nou, het is wel weer even wennen. Andere auto. Hoe ben jij eigenlijk begonnen met het vrachtwagenrijden? Heb je ook een opleiding gedaan of ben je zelf je rijwijze gaan halen? Ja, ik ben toen de tijd VTL nog, ben ik begonnen in combinatie met ROC Nijmegen om te leren en te werken. 4 dagen werken, 1 dag naar school. Dat was STL VTL? Ja, toen zaten we eigenlijk midden in de overgangfase toen. En, via het sectorinstituut heb ik inderdaad mijn rijwijze gehaald. Ben ik 4 dagen stage gelopen bij een transportbedrijf en 1 dag op school, BBL opleiding. En het grootste voordeel voor mij was, of tenminste vind ik persoonlijk, dat je geld kunt verdienen tijdens je opleiding. En dat je zonder studieschuld van school afkomt. Ja, het totale pakket is toch ongeveer 10.000 euro met de code 95 erbij, de rijbewijzen. Dus dat is het grootste voordeel, dat je en kunt sparen tijdens je opleiding en dat je zonder studieschuld van school afkomt. Dus dat is wel relaxed. Ja, dat is wel echt een win-win situatie natuurlijk. Dus ja. Je kan en al je rijwijzen halen en je kan je school afmaken. En in die tijd, want jij bent natuurlijk op 16 begonnen, ik kon dat niet. 16,5. Ja, 16,5 met je auto. En wanneer mag je dan met je vrachtwagen beginnen? 18e pas, ja. Vrachtwagen is echt op je 18e. Ja. Maar je theorie en je code 95, dat mag je wel doen. Volgens mij 17e. Ja, die kon je al eerder halen. Ja, klopt. Ja. Dus ja, als je dat dan gaat doen, dan kan je daarna meteen je rijwijs halen en door. Alles in 1 keer gehaald. Juist. Ja. Rijden. Dus dat ging soepel, ja. Dikke combinatie erachteraan. Kooiapie. Lekker aan het toeren onderweg naar Sneek. Maar over de auto gesproken. Jij hebt al best wel vanaf het begin mogen bepalen wat je wel en niet wil. Dat mag dan in overleg met je werkgever. Klopt. En met de Volvo vertelde je. Ja. En wat heb je in grote lijnen er allemaal al aan gedaan? Nou, in ieder geval op het exterieur wat dingen. Spuitwerk heb ik een aantal dingen veranderd. Spiegels compleet laten spuiten, spanbord compleet, luchtinlaatje. De originele luchthoorns en de originele zwaailampen zijn er vanaf gegaan. Dat zijn lange 35 centimeter luchten was weer teruggekomen. En de zwaailampen hebben we achter op de spoiler in de spoiler laten plaatsen. Dik. Verder met extra breedte palen, dubbelbanders, raamschildjes, hoekschildjes. Ja, dat zijn wel de grootste van een lipje eronder.
Ja, zo maakt het wel meteen een soort van normale auto naar meteen een dikke auto. Klopt, spuitwerk is vaak groot verschil. Ja. Ja, mooi hoor, dat heb je 21ste, dik van elkaar. Ja, zeker. Kan gewoon. Zeker. Aangekomen in Uilst. We hebben ons gemeld bij de heftruck, we moesten dit vakje staan. Ik weet niet of jij al weet welke ook geladen moet worden. Ja, weet ik. We krijgen die grote partijen daar. Dus. Oké, top. Dus zij gaan hem zo meteen laden. Yes. Wij hebben alles geïnstalleerd. We gaan nu beide kanten van de zeilen opengooien. Zowel van de motorwagen als van de hengen. We gooien de kooiapen wel even vanaf. Jij gaat natuurlijk even iets voordoen met de heftruck, toch? Ja, dat is wel even de bedoeling. In ieder geval even laten zien hoe de kooiaap werkt. Of de meeneem heftruck. We hebben hem eigenlijk niet nodig gehad vandaag, maar toch even leuk om te laten zien, want hij hangt er tenslotte achter. Zeker. Normaal gesproken moet je ook in de stad wezen, kan bouwen, je zelf lossen op de bouwen, dus dat heb je wel echt nodig. Beetje rustig dagje om alles mooi vast te leggen. Zeker. Dat gaan we doen, we gaan de zijkant opengooien. Alles. Juist. Yes. Leon heeft de stoel even schoongemaakt en hij is er klaar zo te zien, maar ik wilde even uitleggen waarom een kooiaap heet. Het is natuurlijk een ander merk, kooiaap is ook een eigen merk, maar de kooiaap is ontstaan. Hoe die zich zeg maar een soort van vasthoudt om die wagen, daar komt de aap vandaan. En de kooi, dat is gewoon van meneer kooi, kooiaap, die heb je bedacht. Tot de orde van de dag, leg uit. Ja, wat we gaan doen is, we gaan de uitschuifbalken waar de kooiaap op leunt, gaan we eerst inklappen. Dus we zullen eerst de kooiaap starten om doen we hem omhoog. Ja, dus je trekt hem daar door zijn eigen gewicht omhoog. Ja. Kijk. Dan hebben we hier een knop zitten die zorgt ervoor dat de balken onder de kooiaap inklappen. Stekker van de verlichting eruit. Ja. Ja, wat ik net onderweg al zei, omdat het wiel dwars moet staan omdat je anders te lang bent. Hebben ze in Nederland sinds kort een regel dat de kettingen gemonteerd moeten worden aan de kooiaap en het voertuig, zodat als je bijvoorbeeld een steile helling hebt of een brug, ja, dan kan het zijn dat dit kooiaap opbeurt. Hey, denk je bij je volgende adres aankomt, dat je geen AB meer hebt. En je kooiaap staat nog op de brug in Leeuwarden. Dus, ja. Dus om dat te voorkomen hebben ze kettingen gemonteerd. Dus die halen we ook eventjes eraan. Twee kanten. Perfecto! Vervolgens laten we hem zakken. Voordat hij de grond heeft geraakt, zetten we altijd het stuur recht. Anders is het onnodig sturen. Ja, want anders slijt de band weer. Snap ik. Onnodige slijtage. Nou, vervolgens zorgen dat de mast altijd recht staat en dat je de lepels vrij ziet. En dan. Kieke Bram! Dat is hem. En daar gaan we! 8-cilindertje. Ja. Materiaal er nog overheen. Hartstikke mooi. Mooi man. Isolatiemateriaal is vrij licht natuurlijk. Zetten we er even bovenop. Ik heb de rongetjes alvast neergezet. Voor hetzelfde geld gaat de rong zo meteen. Dan heb je weer een apeloos hier. Hartstikke mooi!
Leon heeft ook even geholpen met de kooiaap. Met z'n drieën geladen. Hij zat lekker snel vol. We gaan hem nu even dichtgooien. Hoppa! Hartstikke mooi. Die klus is ook weer geklaard. En hij door. Zit vol, dicht. We gaan weer lekker rijden. Hop! Dit was hem weer. Knippie, knippie, kuip. Dit was hem weer voor Knippie, Knippie, Kuipers on Tour. Skitter op mooi dagje gehad, samen met Leon. Lekker aan toeren geweest, even met die kooiapen, crossen ook nog, kan allemaal. Lekker mooi rondje Friesland en begonnen in Zwolle. Leon, jij wil je bedanken hartstikke voor vandaag. Mooi, zeker weten. Super. Jij nog even een goede terugreis. Dankjewel. Vond je nou een leuke video? Blauw duimpje is altijd goed. Omhoog. Abonneer je even. Om meer video's te kunnen zien, druk op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zien wij jou de volgende keer weer. Houdoe!